Het is tot nader orde verboden voor verkeer met een gewicht boven de 6 ton om gebruik te maken van de bruggen in het Tibiti-gebied tot en met het Kabalebo-gebied Apura. Dit vanwege de instorting van een deel van de brug over de Falawatra-kreek gisteren. De oorzaak van de instorting is dat een truck die overbeladen was met houtblokken over de brug wilde gaan. Districtscommissaris Theresia Cirino heeft onmiddellijk de brug gesloten. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie zal alle bruggen die voorkomen in het gebied tussen Tibiti en Kabalebo inspecteren.